Ich bin ein Fire Beast. So. Ich verstehe das nicht, aber okay. Mijn naam is Reinhard Wolf, schrijver van het boekje Lass mal sitzen, het wonderlijke steenkolen-Duits van Nederlanders. Fouten maken in het Duits als Nederlander is helemaal niet erg, zoals u net heeft kunnen zien bij Louis van Gaal. Zeker als je kampioen wordt, kun je dat veroorloven, zou ik haast zeggen. Dat schijnt wel wat anders te liggen als het gaat over zaken doen met onze oosterburen. Er is onlangs een onderzoek geweest die zegt dat men daar per jaar toch 6 à 8 miljard laat liggen, omdat men onvoldoende moeite doet om de taal van de oosterburen ook echt goed te spreken. Ik heb daar een paar voorbeelden uit mijn boekje waar wij als Hollanders behoorlijk kunnen blunderen. Nummer 3. Wollen Sie bitte Ihre Mobielchen mal aussetzen? Mobielchen heet dat niet, dat heet Handy in het Duits. En als u dan ook nog zegt, bitte platzen Sie sich allemaal, dan nodigt u iedereen uit om te ontploffen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Nummer 2. Dan zegt uw Duitse collega, mein Chef is verunglückt. En voordat u het weet, condoleert u die man. Dat is niet de bedoeling, want in het Duits is verunglückt dat je je been gebroken hebt. Of je hebt een hersenschudding, meer niet. Nummer 1. Dat is een slimme kerel. Dat is een slimme kerel. Nou, dat begrijpen we elkaar toch verkeerd, Nederland en Duitsland. Want slim is erg. De bliksem in de boerderij, dat is slim in het Duits. Maar dan moet je ook weer niet zeggen, der Bauernhof is abgefikt. Want anders komt je weer op een heel ander terrein en dat is nog pijnlijker. Dit was de top 3 van de Duits-Nederlandse blunders. Ik had net zo goed een top 100 kunnen maken. Maar vergeet u niet, jezelf op de korrel bij de netwerkborrel kan alleen maar goed zijn voor de goede relaties met de buren. Ik wens u veel plezier in het zaken doen met onze oosterburen.